Goldenaarsperlenoord zijn uniek karakter. In deze unieke locatie, in deze unieke stad. We zijn in Aarschot jaar na jaar dankbaar dat we dit initiatief mogen doen. En we krijgen daaruit de steun van het stadsbestuur. Ja, we hebben zoveel samen meegemaakt. Ik denk dat wij een geschiedenis hebben samen. Die kan nooit meer uitgewist worden. En de samenwerking, ik weet niet of we nog 30 jaar zullen samenwerken, maar we werken nog samen, want mijn laatste album wat ik heb uitgebracht, ook daar werd de single uitgetrokken, vergeven, geschreven door jou. Ik ben je voor alles dankbaar. Als artiest ben je een van de allergrootste in Vlaanderen, maar je bent ook zo'n fijn mens. Wat betekent John voor jou? John heeft eigenlijk voor mij een beetje alles betekend, omdat ik werkte met John van sinds de Soundmix, dus ik was al 6 jaar aan het werken met John voordat ik naar het Songfestival ging met het kaartspel. Ik had natuurlijk heel veel mooie liedjes al van hem gezongen, maar dat waren nooit hits. Maar toen plots maakte hij Liefde is een kaartspel en dat is het nummer dat mij groot heeft gemaakt. In die zin dat het is zo, als iemand het liedje Liefde is een kaartspel hoort, dan linken ze daar Lisa Delbos aan. Of als ze Lisa Delbos zien, dan linken ze daar meteen het liedje Liefde is een kaartspel aan. En dan betekent dat je een grote hit hebt gemaakt. En die heeft John mij gegeven. Dus John is, zoals ik heb gezegd vandaag ook in de speech, hij heeft mij mijn geluk gebracht in mijn carrière. Liefde is een kaartspel, dat nummer is mijn geluksbrenger geweest. Absoluut. John Terra, vandaag heb je de Golden Lifetime Award in ontvangst mogen nemen hier in Aarschot. Wat betekent als artiest om deze award in ontvangst te mogen nemen? Dat is natuurlijk een erkenning voor alle liedjes die ik geschreven heb. En ook een erkenning voor mijn carrière. Dat doet enorm veel plezier. Je denkt dat ongemerkt voorbij gaat. Je zingt liedjes. En na zoveel jaren wordt dat gehonoreerd. Dat doet enorm veel plezier. Vind je zelf dat het Vlaamse lied nog te weinig onder de aandacht wordt gebracht? Natuurlijk. Het landschap is zo versnipperd geworden, het medialandschap is zo versnipperd geworden, dat wij op dit ogenblik alleen maar beroep kunnen doen op vrije radio's, MenTV. En als je een goede plaat hebt, is Radio 2 is en blijft de smaakmaker en de ondersteuner van het Vlaamse lied. Ik denk dat dat wel altijd een beetje is geweest, dat het weinig onder de aandacht is gebracht, maar ik weet dat niet. Ik denk dat een hit, dat herken je heel gauw en die wordt ook wel heel veel gedraaid. Maar we zijn natuurlijk met heel, heel velen die altijd nieuwe platen uitbrengen en we willen allemaal dat ons nummer wel gedraaid wordt op de radio, maar helaas wordt toch wel een beetje geselecteerd. En ik kan dat wel een beetje begrijpen hoor. Maar ik wou dat ze hele dagen dat Radio 2 en andere zenders nog het dubbel van het Vlaamse lied zouden draaien. Dan zouden natuurlijk veel meer artiesten gediend zijn natuurlijk. En jij hebt de award in 2014 in ontvangst mogen nemen. Wat betekent dit voor een artiest? Ja, dat gaf een zalig gevoel.
Je voelde zo een beetje de koning van de Vlaamse zanger dan, hè, maar die trofee staat bij ons op een plaats waar hij nooit meer zal weggaan. Mogen we de komende jaren nog veel verwachten van John Terra? Als het aan mij ligt, wel natuurlijk. Maar dat zal de tijd uitwijzen.